Ik hoorde de geiten niet meer schreeuwen, maar voor de rest niet echt opgevallen dat er minder dieren waren. Buurtbewoners van Tutti Frutti Dorp en de Klaprozenweg in Noord is het al lang opgevallen. Waar zijn de dieren van de boerderij Het Dierendok? Bewoner Simon de Boer is bezorgd. Alle schapen en geiten die het meest favoriet waren, die zijn al verhuisd. De boerderij gaat verdwijnen. De eigenaar, zorgorganisatie Cordaan, wil van de dierenboerderij in het omliggende terrein af. De buurt baalt. Het Dierendok is namelijk niet zomaar een boerderij. En dat komt door de verzorgers. Ja, het zijn de cliënten die dat als een dagbesteding hebben. Dus die zorgen dan ook voor de dieren. En dan ontstaat er gewoon een ontmoeting. Ik vind het zo mooi dat mensen gewoon onderdeel zijn van de buurt en van de cultuur en van de samenleving hier. De geiten waren tot nu toe mijn favoriet. Die heb ik vaker gehoord. Ze zijn eigenlijk als een van de eerste weggegaan, helaas. Die zijn inderdaad al weg. Ja, dat zag ik. En ik vroeg me oprecht af waar ze waren. Wat zielig. Ja, dat vind ik niet leuk. Een koper of duidelijke plannen zijn er nog niet. Toch voelt de buurt zich passeerd nu er al dieren verdwenen zijn. Wel heeft Cordaan toegezegd binnenkort met de bewoners in gesprek te gaan over de toekomst. Ja, en mensen zijn gewoon ongelooflijk boos. Omdat je moet je voorstellen van als je hier al 40 jaar woont. En zoals mensen vergroeid zijn met de NDSM-werf omdat ze daar vroeger werkten. Zo zijn ze ook vergroeid met dit gebied. De buurt vreest dat er hoogbouw komt. Cordaan belooft dat de plek een fijne en groene plek wordt, net als nu. Maar de boerderij, die zal zeker verdwijnen. Oké, nou, dan hoop ik dat er een beetje tegengas komt uit de buurt. En dat we het misschien tegen kunnen houden.